Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. En die gaat over een artikel wat ik gevonden heb via PrisonPlanet.com. En het artikel staat op cnsnews.com. The right news uh, right now is een credo. Ja, dat is een, een typische leuke website met Facebook-connectie en alles. Ik ken het wel. Een van die hot articles. En er staat hier dan uh, een mooi artikel in, geschreven door meneer Chapman op 14 mei dit jaar, 2019. En dat is dan twee dagen geleden. Ja. Dus, uh, het is nou donderdag, dat was dinsdag, is dat erop gezet. En dan uh, leef ik even deze de titel voor. En er staat hier: Twitter declines to say if people can post that transsexualism is a mental disorder. Uh, op zijn Nederlands is dat uh, Twitter weigert om te zeggen of mensen kunnen posten dat transseksualiteit een geestelijke afwijking is. En transseksualiteit, even voor alle duidelijkheid, dat is de ernstige, ernstigste vorm van uh, ja, noem het maar ontevredenheid met je lichaam qua seksen. Namelijk dat je bereid bent om een operatie te ondergaan... en hormonen, kuren en dat soort dingen. Nee, therapie heet dat. Ja, er zijn verschrikkelijk... Ah, verschrikkel, er zijn dingen met je lichaam, dat is geen geintje. Ze zeggen dat roken niet gezond is, maar dit is ook niet gezond. En dat het dus hier gaat om een geestelijke afwijking... Nou, dan lees ik even de eerste alinea voor. Dus is goed geschreven, dit artikel. Er zat gelijk alles in. Twitter recently locked the account of esteemed sexual psychologist Ray Blanchard, Ph.D. apparently for posting that transsexualism and gender dysphoria are types of mental disorder. En dan unlocked zijn account en apologized. Maar de social media giant declined to say whether it is okay for people to tweet that transsexualism is a mental disorder. Nou, waar ging het nou om? De psycholoog Ray Blanchard, PhD, dat is Doctor in Philosophy, dus iets als uh, ja, dokter Anders of zo, hè? In de psychologie. Die was ooit president, zat eronder, ik ga het niet allemaal niet voorlezen. Maar hij was ooit president van de Internationale Academie van um, seksonderzoek. Dus in Nederland zal het alweer anders seks en geslachtsonderzoek of zo. En hij was lid van het team dat, zich wer dat werkte voor de DSM, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Waarin alle geestesziekten staan. En dan op het hoofdstuk uh, seksuele en geslachts Ident, uh, gender identity, dus geslachtsidentiteit, uh, afwijkingen. Dat is een bepaald team en het werkt daarop. En daar was hij een lid van. Well, daar is hij lid van. Hij zal dus binnenkort wel weer. Uh, want hij was er lid voor. Uh, bij de DSM, de vijfde editie. Dat is momenteel de gangbare editie, de laatste editie. Er komt binnenkort natuurlijk wel een zesde editie aan. En hij heeft op Twitter hij heeft die antwoord gegeven op een vraag, waarin hij gevraagd werd naar zijn positie aangaande zijn nee, zijn standpunt aangaande transgenders. En daar heeft hij gezegd: earlier today I wrote this thread in response to a follower who asks me, what is your actual position on trans transgender people? It looks like my reply has not been delivered to a single person besides the original inquirer. So I am reposting it here. And then zegt hij that transseksualiteit en mildere vormen van genderdysforia dat dat types zijn van een geestelijke afwijking, wijking wat ervoor kan zorgen dat het individu op andere gebieden van het leven achterblijft Hij zegt dan ook dat Zo'n geslachtsveranderende operatie, dat dat nog steeds de beste behandelmethode is voor dit soort mensen. Maar daar moet je heel zorgvuldig mee zijn. En je moet er helemaal van overtuigd zijn dat die geslachtsontevredenheid, dat dat niet op enige andere manier behandeld kan worden. Dus van hem mag het wel, maar uh, zo'n zo penisamputatie. Maar alleen voor die gevallen waarin er echt niks, niks, niks anders helpt. En het is een geestelijke, het is een geestelijke afwijking. Er is iets in de mind. Het is een mental disorder. Ja, daar is wel alles mee gezegd. Hè? Maar je mag het dus zeggen op Twitter. Maar toen Twitter gebeld werd. door. Uh... Oh, CNS News. Ja, heeft dus de, deze jongens van dit medium. hebben Twitter hun uh, communicatieafdeling gebeld. PR-afdeling, zouden wij denk ik zeggen. En dan geven ze dan door Twitter, ja, nou ja, wij willen er verder niks over zeggen. Voor uh, ons is de zaak afgesloten. Thank you. Ja, het is ook wel een hot item. Maar waarom is het een hot item eigenlijk? Wil, er zijn mensen die zijn zo ja, afwijkend qua denken dat, ja, dat zelfs uh, meneer Blanchard zegt, van, ja, dan maar maar hormoontherapie en uh, de straf. Die mensen zijn zo ongelukkig. Mensen die dat hebben, zo'n gender dysforie. En dysforie betekent niets meer als ontevredenheid. Want euforie, hè, je bent helemaal euforisch. Van, oh, ik ben zo blij, oh, ik ben zo blij. Ja, ik ben bijvoorbeeld geslachts-euforisch. Ik ben heel blij dat ik een man ben. Serieus. Ik zou echt geen vrouw willen zijn. Had nou, dat gedoe met uh, de maandverband en uh, die, had die andere dingen. Die tampons. En die dus hebben van die vrouwen met die ongelofelijke grote borsten. En, jezus, wat ben ik blij dat ik dat niet heb, zeg. Ja, je loopt er maar mee in de rond elke dag. Hè. En dan de gedachten van die vrouwen. Van ja, yeah, maar dan heb ik zo'n lichaam. En dan, uh, en dan kijken allerlei mannen ermee. En dan, uh, dan kan ik ze ook een beetje manipuleren met mijn lichaam. Ja. Ja, tot je veertigste of zo. Dan ben je ongeveer halverwege je leven. Ja. En dan daarna niet meer hoor. Daarna ben je gewoon een grijze duif met een afgezakte kont. Nee, en ik ben nu bijna 60. Uh, ja. ja, mijn haar is eraf. Maar. En voor de rest zie ik het net zo als vroeger. Ik ben uitermate blij met het feit dat ik een man ben. Ja. En dat ik niet dat, dat voordeel tussen haakjes heb gehad. van een seksueel aantrekkelijk lichaam. Want ik weet dat er meisjes waren hoor, die uh, hadden zo'n mondeling. Zo. Ah, deze kort rokje aan. Kreeg ze in elk geval een zes, Ging ze net als Sharon Tate in die film, uh, weet je ook weer. Die beroemde scène. Dat ze, <laughs> dat ze zo uh, zit ze met gekruiste benen te roken in het politiebureau. Terwijl ja, hij er helemaal niet mag roken. En dan doet ze eventjes uh, de rechterbeen. Die staat ze op de grond. En dan gaat de linkerbeen over haar rechterbeen. En dan kan je heel even zien, denk je. dat ze geen slipje aan heeft. maar die film ook wel. Ik heb hem laatst nog gezien op Twitter. Nee, op Twitter. <laughs> op Netflix. Die Nederlandse regisseur. Een stomme film is het, by the way. Ga hem niet kijken. Maar zo denken dan die vrouwen uh, met hun lichaam uh, dingen te kunnen bereiken. Ja. Ik heb ook uh, voldoendes gehaald van mondelingen, tentamens. Het was een kwestie van hard studeren, dat wel. Maar die heb ik echt verdiend. En met mijn lichaam, nee. Dus. Ik ben heel blij met mijn geslacht, en ik vind een penis heel handig als je, ja, bij, de, bij het urineren, een ideaal apparaat. Ik moet er niet aan denken dat ik altijd moet hurken. Maar als je dus ontevreden bent over je geslachten, gender dysforie, ja, dat is wel zielig. En in het geval van een man kan ik me daar eigenlijk niks bij voorstellen. En in het geval van een vrouw ook niet. Maar we maken er uit? Ja, je kan een hele grote tieten hebben. En dat denk je denkt, jezus wat een grote tieten. Dan moet ik elke dag mee in de rondte lopen en ik krijg rugpijn. En dat kan inderdaad. Ja. Maar ja, voordat ik er dan toe zou overgaan om daar maar het mes erin te laten zetten. kan je ook afvragen om... Uh, ja. Ja, ik ben geen vrouw. Ik ga er niet over. Ik zou het maar gewoon nemen zoals het is hoor. En dan zit ik in haar nou te kijken naar een foto. En er is een man. Hij ja, heeft zo'n stoere kop. Met brede kaken. Zo'n vooruitstekende kin. Dat is eigenlijk best wel een mooie man. En hij heeft mooi kort geknipt haar. En twee enorme memmen in zijn t-shirt. Heb je van die mannen die hebben van die tieten, zoals Alex Jones van prisonplanet.com, die, die heeft van die. Maar dat zijn van die tieten dat hij gewoon te veel uh, boterhammen met pindatboter heeft gegeten. Wij noemen dat? Uh, pindakaas. Maar daar heet het pindaboter. <laughs> en dan vooral die boterhammen natuurlijk en al die hamburgers. Daar krijgen een man ook tieten van. Nee, deze kerel heeft echt tieten. Zo te zien heeft hij ook een BH aan. Ja, ik vind het heel zielig. En ik blijf de mening toegedaan dat dit ook te maken heeft met het feit dat het dus kan. Die mensen wordt die mogelijkheid geboden. En Waarom? Waarom staat dat in de krant? Mensen krijgen daar ideeën van. van oh, ik ben niet gelukkig. Ik ben uh, nu euforisch. Ik ben uh, dysforisch. En uh, ja, ik weet nu waarom het komt. Ik heb mijn penis te veel. En dan klampen ze zich daaraan vast. en krijgen ze een hele hoop aandacht. Ja, dat is wat ik dan denk hè. Ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Ik weet wel dat het vroeger niet voorkwam. In de 14e eeuw, 15e eeuw, dat hele gedoe met uh, geslachtsveranderingsoperaties. Dat is van... Zal het hier ergens zijn? First Transgender, First Gender Operation. Surgery had het dan, hè? First Gender Reassignment Surgery. We zijn 1930. Oh, ze heeft zelfs een baar. Oh, die, die vrouw, Lili Elbe, die heeft een uh, vier uh, vier operaties gehad ze. Orgectomie. Wat is dat dan? En die andere is een uh, ovarietransplantatie. Dat, dat is je. Ik weet het wat er bovenin zit? Want je hebt je, die twee van die, die balletjes in je buik dan. Hè? En daar komen die eicellen uit. En dat heb je de ovarie, denk ik. En dan een penectomie, nou dat zal een penisamputatie zijn. En dan heb je dan een vaginoplastie, dat zal het namaken van de vagina zijn. En een, uh, een baarmoedertransplantatie. Wow. Oh, oh, oh. Even kijken wat de orgyctomie is hoor. 1930 dus hoor. Ja, zo het verwijderen van de testicles, ja, dacht ik al. Ai, ai, ai. En dan kan je er één of twee laten verwijderen. En als je er twee laat verwijderen, dan is dat de bilaterale orchiectomie. Ja. En bilateraal. Hij wil er eentje weghalen of allebei. Ja, oh, doe maar allebei. Doe maar bilateraal. Ja. Rare wereld hoor. Nou, het, het komt ergens vandaan en die man zegt er zonder meer: het is een, een geestelijke afwijking. Het probleem zit hem in de geest. Maar soms is het daar niets te behandelen en ja. Als iemand blijft dan de rest van zijn leven diep ongelukkig, tenzij je hem, oh, moet je hem nog hem noemen, aan de buitenkant van het lichaam wat gaat veranderen. Maar ja, het wordt nooit echt een man natuurlijk. Het enige wat je doet is je geeft zo'n persoon aandacht. Dat is alles. En deze man die ik nu in beeld heb, ja. ja hij heeft nou zo'n t-shirt aan. En dan kan je terecht wel zien dat hij van die memmen heeft. Maar zou hij een sloppertrui aandoen, ja, dan zou ik zeggen: dat is een man. Dat kan je zien aan zijn hoofd, man. Ook al heeft hij een oorringetje in. Dat heeft hij denk ik wel. Maar tegenwoordig hebben zoveel mannen een dingetje in een oorlel. Zo maak maken dat doet hè. Dat zegt gewoon helemaal niks. Hij blijft een kerel. Ik ken er ook een man, hoor. Die, uh, hij heette Wim toen hij geboren werd. En nu heet hij Kim. En die is bij mij op bezoek geweest. Samen met, zijn, uh, met een vriendin van hem. een kennis van mij. En oh, we komen naar Arnhem. Zo leuk. Nou, was ook heel leuk. Ontzettend veel gesopen. Was wel gaarne, maar... Ja, het bleef voor mij een kerel. Ja. Een kerel met uh, lipstick. Ja. Ik had er ontzettende moeite mee om uh, niet. Uh, dat ik... Dan waren we ergens in de kroeg dat ik dan bijna had gezegd van uh, dat hij even naar de play was of zo. En dan zei ik van, uh, wil hij ook nog wat drinken? En dan zei nee, dat doen niet. Hij zegt het is een zij. En ik oh ja. Ik denk, ja, maar hij staat nou toch niet bij? Nee, dan doe het alweer. Als hij weer terug is, dan doen we elkaar weer zij. Dan zeg ik het alweer. Ja, dat is toch heel ingewikkeld, man. Ja, even een toestand. Ik vind het wel een aardige vent, hoor. Er is helemaal niks mis mee. Maar het is een vent die heeft zijn penis eraf laten hakken. En die heeft lipstick opgedaan en een rokje. Ja, ha, 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 dan blijft er gewoon een vent. Wat is dat nou? Oh, nee. Iemand met een geestelijke afwijking. Punt. En het is zielig. Ik zou niet weten wat je eraan moet doen. Er zijn mensen die zeggen: ja, het komt allemaal door iets in de jeugd. Ze hebben geen goede papa en mama gehad. Ergens aan een van beide kanten, of allebei de kanten, is het fout gegaan. Nou, ah, zou kunnen. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die goed opgevoed zijn. Iedereen heeft eigenlijk wat te zeuren over zijn ouders. Iedereen heeft wel een jeugdtrauma. Moet je daar dan heel moeilijk over gaan doen als samenleving? Ja. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten gewoon echt niet. Ik ben ongelooflijk depressief geweest toen ik 32 was of zo. Nou, toen ben ik heel goed behandeld. Ik heb in Wolfheze gezeten, niet intern, helaas. Dat had ik wel gewild, maar... Ze vonden dat ik nog um, ja, fit genoeg was om uh, naar mijn werk te kunnen. Ja, ha, 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 ha. Ik dacht van, nou, waarom? Het is hartstikke leuk. Een is een heel mooi uh, psychiatrisch ziekenhuis, hoor. Allemaal bospartijen eromheen. En ik weet dat een vriendin van mij, of kennis, een vrouw, die heeft er ook gezeten. En die zei van, nou, overdag hebben we seks in de bosjes. Ik denk, oh. Maar nou, dat hoorde ik pas achteraf hoor. Toen was ik alweer genezen. Of genezen, ja, ik was van mijn depressie af. Het was niet meer zo erg. En dat had te maken met dingen uit mijn jeugd, zonder meer. En ik moest mijn ouders vergeven. Ik was erg boos op mijn ouders. En daar ben ik achtergekomen. En toen ik mijn ouders kon vergeven, toen dacht ik van. Oh, ja. Tussen mij en mijn vader is het helemaal goed gekomen. En mij en mijn moeder. Ja, het is niet helemaal mijn type. Dus, nou, ik vind haar luidruchtig. En uitgesproken mening. En ze luistert niet naar wat ik zeg. Ze, dat vind ik dan. En dat los ik dan maar op door niet tegen haar te spreken. Maar misschien dat ik haar een keer moet bellen. En vragen hoe het met haar gaat ofzo. Ik heb nou al zo'n idee van ja, als ik dat dan weer doe, dan gaan ze uh, vragen: van, ja, maar hoe gaat het dan met jou? En dan gaat het wel helemaal goed mee? En gaat het daar wel goed mee? En, en ik hoor allemaal van die dingen en hoe gaat het dan? Ja, dat, uh, ja. Ik weet niet of ik daar zin in heb. Voor de rest respecteer ik haar. Dus ze heeft er ook van gemaakt wat, er, wat zij ervan kon maken. Klaar. Laat het maar zo zijn, zoals het is. En dat was nog niet zo lang geleden. dat ze erover begon. dat ze nog steeds pissig is over het feit. dat ik destijds niet voor 100% gekozen heb voor haar. maar dat ik nog steeds contact wilde onderhouden met mijn vader, omdat ik begrip had voor zijn kant van de zaak. En zij zijn gescheiden. Ze hadden al een heel moeilijk huwelijk. Veel ruzie. En dat kwam niet alleen door mijn vader. Dat, dat, nou, dat, dat vond ik gewoon niet. Ik heb die andere kant ook gezien. Ja. En dan kan je zij dan zeggen: Ja, en je vader, dit en dat, en zo, bla bla bla. bla. Ik denk: Ja, het is een keer over, heb je. Door met mijn kind, die. Ja, die moeder is behoorlijk over de scheef gegaan, vind ik. En mijn kind. Dat is een, dat is een vrouwtje. Die heeft toch heel intens contact met die vrouw. Nou, dat heb ik geaccepteerd. Uh, ik ben er niet een grote voorstander van, een grote voorstander van, ik het zorgelijk. Want ik, ik vertrouw die moeder niet meer. Ik ben met haar getrouwd geweest en zij heeft de boel belazerd. Zij heeft het kind verwaarloosd en mishandeld. Dus ik zie geen enkele reden voor mijn kind om überhaupt, om maar een mooi Frans woord erbij te halen. Nog contact te hebben met die persoon. Los van eh, dat wat je maatschappelijk verplicht bent. Hè. Maar mijn kind denkt er anders over. En dat respecteer ik. Daarin ben ik een stuk verder dan mijn moeder. En dat terwijl die de moeder van mijn kind, dat, dat monster, want dat is het, dat is een verschrikkelijk mens. Oh ja, die heeft een jeugdtrauma. En dan komen we erop, ja, dan komen we op via die transgenders, snap je? Jeugdtrauma's. Ja, ze zijn overal. Maar die moeder van mijn kind heeft dat jeugdtrauma niet willen accepteren. Dus die negeert dat en doet vervolgens hele maffe, idiote dingen. En. Um, is totaal niet aanspreekbaar op haar gedrag. Uh, zal ook nooit sorry zeggen. Heeft geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, is net zo leuk in de omgang als de eerste beste klootzak van een SS-commandant. Want er waren klootzakken onder die SS-commandanten hoor. Daar in die kampen. Er zijn er meerdere van aangeklaagden. En meerdere zijn er uh, geëxecuteerd. Vanwege wangedrag. Onder de SS-commandanten. Kampbewaarders. Ja, zo is zij. Verschrikkelijk iemand qua karakter. En het enige wat je daarvan kan zeggen... ...want zij is door psychologen helemaal uh, ondersteboven gehouden... En de eerste die wilde er allemaal helemaal, een beetje, oh, 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 ja, ja, dat, uh, uh, pappen en nat houden heet dat. Nou, dat helpt dus niet met dat soort mensen. En uiteindelijk na acht jaar ellende zat ik dan bij twee therapeuten met haar. En daar waren dames en die, uh, die hielden van doorvragen. Vertel eens wat meer over je jeugd. Nou, toen kwam de muk kwam eruit hoor. En dan kwam er toch een beerput naar boven. En die dames die vertrokken geen spieren, die zeiden van oké, okay. dit is categorie jeugdtrauma tot de macht 100. En jij moet zo snel mogelijk naar een psychiater. Als je dat niet doet, dan wordt de rest van je leven alleen maar vervelender dan dat je het nu hebt. Goed begrepen. En nou de deur uit. En kom niet meer terug, ga maar naar een psychiater toe. Dat nou, was een beetje hard wat ze zeiden, die dames. Ze zeiden dat niet letterlijk zo natuurlijk, maar daar kwam het op neer. Hè? Zij kwaad, man. Ja, dat is bizar, hoor. Dat is bizar om dat te moeten aanschouwen, om daarnaast te moeten zitten. Hoe iemand met een jeugdtrauma gewoon lekker doorgaat in de rest van zijn leven. En een spoor van vernieling achter zich aantrekt. Liegen, de boel voor de gek houden, pesten. Ik sprak haar een keer aan. En ze, had, ze was ergens uh, ja, niet tevreden over, dysforisch. Hè? Niet tevreden over uh, dat had ze dan geuit op een manier, jongen. De, de, de dakpannen gingen bijna van het pand af. Hè? Ik zei tegen haar van ja, uh, ik kan me voorstellen dat jij het ergens niet mee eens bent van wat er gebeurd is. Dat is al best. Hè? Maar dat op deze manier te uiten, dat is niet leuk. Oh, zei ze. Iedereen barst toch wel eens uit zijn vuil? Ik zeg ja, maar jij doet het twee, drie keer per week. En dan kijkt ze me aan. Haar ogen veranderen in de ogen. Zoals de ogen zijn van uh, die vissen die uh, voor de vijfde dag meegenomen zijn naar de markt. Kortom, hartstikke dood. En dan maar hopen dat die marktman ze nog weet te verkopen. En dan krijgen die vissen, krijgen ze een beetje zo glazig. Een beetje zo'n glazige, bijna of ze een grijze staar hebben. Of groene staar, hoe heet dat? Maar ze kan je zien aan de ogen van een vis of die nog vers is. Hè? En die ogen van haar veranderden dan in de ogen van een rode poon. die al een week lang. Uh, waarvan al een week lang geprobeerd wordt om hem te verkopen. en iedere keer s'avonds nemen ze hem maar weer naar huis. om de volgende dag weer in de zonneschijn te gaan liggen. En dan krijgen ze van die hele dode ogen. En de mondhoeken zakken dan een beetje omlaag en dan draait ze zich om en dan ja en dan loopt ze weg. That's it. En een half uur later dan komt ze heel vrolijk uh, weer de keuken binnen en dan zegt ze: heb je ook zin in thee? En als je dan zegt: nee, want ik heb al koffie. Dan wordt ze, kijk ze heel zaggerijnig. Maar nou. Jij doet ook nooit eens een keer gezellig mee. <laughs> Dan heb ik het weer gedaan. Mensen hebben niet in de gaten. Wat ze, hoe vervelend ze eigenlijk zijn. Die mensen met een jeugdtrauma, vooral diegenen die daar niks aan willen laten doen. De rest valt er nog wel mee. En transgender mensen, daarvan wordt beweerd. dat het hier gaat om een. Een jeugddrama. Want het kan niet iets zijn wat in de baarmoeder fout gegaan is. Of bij de conceptie. Want ze hebben vaak een normaal. Ja, je hebt dus ook mensen, en die zijn interseksueel, heet dat dan. Hè? Hermafrodite bijvoorbeeld. Daar is daadwerkelijk in de conceptie, in de baarmoeder, of bij de conceptie. Daar is iets helemaal niet goed gegaan dus die hebben en een penis en een baarmoeder en tieten en... kortom er klopt helemaal niks van en die mensen moeten een nou moet niet maar van... als die mensen zeggen van nou ja ik ben zowel mannetje als vrouwtje en dat vind ik helemaal nergens op slaan ik wil niet zo afwijkend zijn en doen we het dan en dat zo iemand dan ja inie mutte tien pond gutte, tien pond kaas inie minie mutte is de baas die moet dan maar een keuze maken of hij een vrouwtje wil worden of een mannetje. Nee, hey, Dat is een interseksueel iemand. Dat's, daar is niks op tegen, lijkt mij. Daar is lichamelijk wat aan de hand. Maar mensen die transseksueel zijn. dat zijn vaak mannen, heb ik het idee. Of vaker mannen dan vrouwen. Of het zijn vaker mannen die er rond. <tosses> Sorry, maar ze niet zo. uitkomen? Vrouwen dat misschien meer voor zichzelf houden ofzo. Ja. Dat weet ik niet. Maar je hoort het vaker van mannen. Maar dat mannenlichaam, er is helemaal niks mis mee. Er is een prima penis en een prima balzak. En, ja, die schouders zijn wat breder dan de heupen. De taille ligt iets onder de navel. Dat is bij de man zo. Bij de vrouw ligt de taille iets hoger dan de navel. Of iets hoger dan bij de man moet je zeggen. En vrouwen hebben ook meer die taille. Mannen hebben dat niet zo. Ze zijn rechter. Ja, mannen hebben grotere schoenmaat en grotere handen. En ze zijn langer dan de vrouw. Dat komt door de benen. De beenlengte van de man is aanmerkelijk langer dan die van de vrouw. Ja, ook niet een meter of zo, maar dat weet je zelf wel. Hè? Vrouwtjes hebben van die korte beentjes. Maar die hebben een prima mannenlichaam, dus er is lichamelijk niks aan de hand, dus is het een geestelijk probleem. Klaar. En een probleem dat volgens dokter Blanchard zo ernstig kan zijn dat je dat niet kan oplossen met therapie. En ja. En dan zegt hij van: Ja, dan moet je maar een, een operatie doen. En dat laatste, dat, dat weet ik dan niet. Want die mensen die dat hebben, zo'n dysforie, zo'n zo seks, zo'n geslachtsdysforie, zo'n geslachtsontevredenheid. Een aanmerkelijk hoge percentage dat zelfmoord pleegt. En ik hoorde van Mira, van Dr. Mira, dat zij had gelezen ergens dat het niet uitmaakt of die mensen nou een geslachtsveranderende operatie ondergaan of niet. Dat. De kans dat ze zelfmoord plegen blijft net zo groot. Het aantal mensen dat zelfmoord pleegt is onder de mensen met een geslachtsveranderende operatie... aanmerkelijk groter dan onder mensen die helemaal geen geslachtsdysforie hebben. Die hebben geen, mensen met, met een geslachtsontevredenheid hebben een hogere kans op het plegen van zelfmoord... of ze nou een operatie ondergaan of niet. Waarbij het waarschijnlijk zo is dat de mensen die inmiddels een therapie, een, een gesprekstherapie, er vanaf gehaald worden. Vanaf ge... dat, is, dat de, de, de angel eruit getrokken wordt. Ik denk dat die mensen ook niet meer zo'n kans lopen om zelfmoord te gaan plegen. Maar het is een gokje. Dat weet ik niet. Nou, ik vond het wel een mooie uitzending over dit artikel op cnsnews.com. Wat ging over Dr. Blanchard. Die dus van Twitter wel weer, ja, nou, die mag doorgaan met zijn uh, opmerkingen. Met dat het gaat om een geestelijke afwerking. Oh, en zeg nog even, dit dus ga ik mee afsluiten. Hij heeft. Een, als antwoord op die vraag heeft hij gezegd. Mijn overtuiging bevat de volgende zes elementen. En het eerste is dan transseksualisme. En mildere vormen van geslachtsontevredenheid. Zijn vormen van mental of geestelijke, geestelijke stoornissen. Waardoor de persoon in kwestie. Zelfs als die gemiddeld of bovengemiddeld functioneert. toch achter kan blijven. in niet gerelateerde gebieden van het leven. In het dagelijks leven, zeg maar. En een twee is. Uh, geslachtsveranderende operaties. Uh, is nog steeds de beste behandeling. voor. carefully screened, dus zorgvuldig gescreende. en dat gaat erachter. volwassen patiënten. Adult patients. Dus Ray Blanchard is het niet eens dat je met dit soort dingen gaat beginnen met kinderen die vier of vijf zijn. Hè? En het moeten volwassenen zijn wiens geslachtsontevredenheid niet behandeld kan worden met andere vormen van ja, therapie. Ray Blanchard is tegen het feit dat je dat doet met kleine kinderen. En dat gebeurt nu hè. Kinderen van, uh, ja, die het voor de puberteit krijgen, ze dus, uh, hormoonbehandelingen. Ja. Zorgelijke ontwikkeling hoor. Nou. Ik hoop dat jullie hier een aardige samenvatting vonden van dit artikel op cnsnews.com. En je mag inmiddels op Twitter weer dit soort bedenkelijke gedachten hebben tegen deze bedenkelijke activiteiten. Als het geslachtsveranderen van mensen op jonge leeftijd bijvoorbeeld. Of het geslachtsveranderen van mensen die helemaal niet zorgvuldig uitgezocht zijn. En waarbij helemaal niet is vastgesteld dat alle andere vormen van therapie niet geholpen hebben. Maar dat er gelijk gegeven wordt naar een scalpel. Ja? Nou dan. Hé, hey, uh, uit respect voor jullie, zeg ik uh, op zijn hamburgers. Tjus en dag livers.